Goedemorgen op deze vroege maandagmorgen. Otto Grevink hier. Ik ben in Doorn op een schitterend landgoed. Dat is landgoed Heidepark. En op Heidepark daar is het seminarie van onze landelijke kerk gevestigd. En daar was ook altijd het Rozenveldhuis, waar begeleide vakanties waren voor met name oudere mensen. Daar hebben ze allebei nieuwbouw op gepleegd en dat zien we hierachter. Je hoort dat ze nog bezig zijn met de zaken eromheen. Maar het ziet er fantastisch uit. Ik ben dus heel benieuwd hoe het er binnenuit gaat zien en hoe het gaat werken. Toen ik hier voor het eerst kwam, denk zo'n 15, als het geen 20 jaar geleden is. Ja, 20 jaar, auw. Toen moesten we nog met z'n tweeën op één kamer slapen. Met een jongen die kwam van de Veluwe en die wist nog niet hoe hij zijn bed moest opmaken. Dat was ook wel grappig. Maar sindsdien is er veel veranderd. We mochten toen eerst met één persoon op een kamer. En enfin, we hebben hier goede tijden gehad. Ook in de kapel en zo. En in de bar niet te vergeten. Die was ondergronds. Dat was in een souterrain, dus ik ben heel benieuwd hoe dat nu is. Ik ben ook heel benieuwd of de bel er nog is. Er was altijd een bel en die was buiten. En dan mocht dan een van ons mocht daaraan trekken vlak voordat we naar de kapel gingen. Nou, je weet dus wel hoe dat dan gaat als het een beetje gezellig is 's avonds. Het kwam dus altijd één keer voor als je er een paar weken zat. Dat er één iemand dacht, nou laat ik dat eens om 2 uur 's nachts gaan doen. En vervolgens kreeg hij op zijn kop van de leiding die natuurlijk ook moest slapen. Dus de leiding, ja, daar sprak je dan over. En dat had weer echt, we hadden ook corvée hier en zo. Ik ben benieuwd hoe dat nu gaat. We zitten hier nu met de missionair predikanten. En we gaan praten over presenteren. Hoe presenteer je jezelf? Hoe presenteer je je verhaal? Nou, dat is heel belangrijk, want ik denk dat zeker op de opleiding daar weinig aandacht voor is. Maar ja, deze missionair predikanten natuurlijk, die voelen dat heel goed aan. Maar we kunnen er altijd meer van leren. En vandaag gaan we het over presenteren hebben en morgen over missionair preken. En wat het dan is. Nou, ik ben heel benieuwd en we gaan er een goede dag van maken. Ik wens jou ook een goede dag. Ik hoop dat het een beetje droog blijft. Kun je misschien nog een beetje wat meer wandelen en misschien ook een beetje hardlopen. Nou, we gaan het allemaal zien. In ieder geval een hele fijne dag. Tot later.